Dank u wel. Goedemorgen allemaal, dames en heren. Ik laat u even de tijd om... I'll let you the time to put on your headphones and for the translation. Ik ben deze morgen van een klein beetje Nederland naar een groot stukje Nederland gekomen. Ik woon in Braschaat. Waar nog medelanders van jullie woonachtig zijn. Sedert de vermogensbelasting in Nederland ingevoerd is. Die is daarna weer afgevoerd, maar de Nederlanders zijn bij ons gebleven. En gelukkig maar, want we maken wezenlijk deel uit van onze aangename gemeenschap van Braschaat. Maar goed, dat was niet het thema van deze morgen. Dames en heren, voor u staat een minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van een... En dat zal u niet verrassen na de inleiding en na de minuut stilte, waarvoor dank, van een getormenteerd land. Een week geleden, op dinsdag 22 maart, deden meedogenloze terroristen bommen ontploffen op twee plaatsen in Brussel. In de vertrekhal van de grootste luchthaven van ons land en een uurtje later in het metrostation Maalbeek, dat is in het hart van de Europawijk in Brussel. Nooit heb ik iets meegemaakt in mijn leven dat mij op die manier uit mijn lood heeft geslagen. Als minister wist ik al meer dan een jaar heel goed dat het risico op een terroristische aanslag groot was. Het dreigingsniveau staat voor ons land al sedert de aanslagen in Parijs op niveau 3. Het zal u niks zeggen, maar 3 op een schaal van 4. En 3 wil zeggen dat de waarschijnlijkheid van een aanslag zeer hoog is. 4 wil zeggen dat die waarschijnlijkheid zeer hoog is, maar dat we plaats en uur kennen. En in die zin zeg ik soms dat het managen van niveau 3 moeilijker is dan het managen van niveau 4. Maar goed. Dus we zijn al sedert Parijs, sedert aanslagen in Parijs op niveau 3. Maar als het dan echt zover is en de bommen ontploffen op een boogscheut van mijn kabinet, ja, dan is dat, kan u zeggen, een enorme schok. Dat doet iets met een mens. Ja, dan is het, je denkt dan, dat zal toch niet waar zijn. Dat gaat ons nu toch niet overkomen. Maar het wordt heel snel, kan u dat verzekeren, heel snel duidelijk dat het wel waar is. Tientallen doden, honderden gewonden in één klap. In dit geval waren het 2 klappen. Dat doet iets met een mens, maar niet alleen met een mens. Dat doet iets met een hele gemeenschap. Het is niet mijn stijl om erg gechargeerde uitspraken te doen. Zoals bijvoorbeeld iets als het land zal er nooit meer uitzien als voorheen. Alleen over enkele jaren, als het stof wat is gaan liggen en we met wat afstand naar deze periode kunnen kijken, dan zullen we weten wat terreur met onze samenleving heeft gedaan. Ik heb de voorbije dagen al heel vaak gezegd dat ik hoe dan ook van één zaak zeker ben. En dit is ook mijn vaste overtuiging. Die terroristen die gaan onze samenleving niet kapot krijgen. Maar wat ze wel doen, dat is veel ellende bezorgen. Dat hebben ze al gedaan. En ik denk dat ik u niet verras als ik zeg, en dat zullen ze ongetwijfeld nog doen. Ze spelen kat- en muisspelletjes met onze veiligheidsdiensten, onze politiediensten. En ik zeg altijd, het is zo, onze politiediensten zijn professionals. Veiligheidsdiensten, politiediensten, de inlichtingendiensten zijn professionals. Maar ook zij, de terroristen, zijn ook professionals. Perfect opgeleide vechtmachines. Perfect opgeleide specialisten in communicatietechnieken. Perfect opgeleide specialisten die weten wat veiligheidsdiensten in hun mogelijkheden ligt en wat niet in hun mogelijkheden ligt. Dus je zit in een kamp van professionals tegen professionals. Maar die ene kant van professionals, die zijn bereid om voor hun strijd, voor hun oorlog te sterven. En dat maakt hen, dames en heren, tot een ongetwijfeld moeilijk te bekampen vijand. Maar nog eens, ik ben er zeker van, rotsvast van overtuigd, dat ze ons niet kapot gaan krijgen. Daarvoor zit ons sociaal weefsel, hoe broos het soms ook is, veel te mooi en veel te subtiel
in elkaar. Daarvoor zijn de normen en waarden die wij voor onszelf in het Westen hebben bevochten veel te krachtig en onsterfelijk. Maar dat neemt dus niet weg dat ons nog aardsmoeilijke tijden staan te wachten. Tijden waarin we allemaal dicht bij elkaar moeten kruipen. Zowel mentaal als fysiek. We gaan bewuster moeten omgaan met het maatschappelijk weefsel rondom ons. Zeker in een samenleving waarin zoveel verscheiden subgemeenschappen met en door elkaar leven. En wat dat betreft wil ik ook hier herhalen wat ik het afgelopen jaar, eigenlijk al sinds de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs, al heel vaak heb gezegd. Ja, het is mijn rotsvaste overtuiging, wij zitten in een wij-zij-verhaal. Wij tegen zij. Maar die zij, dat is niet de moslimgemeenschap. Die wij, dat is al wie het goed meent met onze fundamentele waarden en normen. Autochtonen, moslims, de Joodse gemeenschap, alle andere bevolkingsgroepen. En zij, dat zijn de gewelddadige extremisten, de terroristen, de criminelen. En in die zin zijn we inderdaad in een strijd van wij tegen zij. En die breuklijn tussen de extremisten, de terroristen, zij die onze waarden ondersteboven willen halen, loopt dwars door die moslimgemeenschap door. En door de problematiek van de Syrië en andere foreign fighters en de niks ontziende mondiale strategie van IS, zijn wij sedert enkele jaren, en dat geldt spijtig genoeg voor zowat heel Europa, deelgenoot geworden van een oorlog die tot onder onze kerktoren voelbaar is. En dat is voor mij de opdracht van een overheid, van een minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Zorgen dat de mensen zich, ondanks alles, zo veilig mogelijk voelen en zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. De eerste en belangrijkste opdracht van de overheid is de veiligheid. Ik zou bijna zeggen garanderen, maar de 100% garantie op veiligheid bestaat niet. De mensen beschermen. En vooral denk ik dat we onze levensgewoonten niet wijzigen. Dat we onze levensgewoonten niet laten beïnvloeden door angst. Want als we dat zouden doen, dan zouden we pas de terroristen gewonnen geven. En dat is heel vaak een kwestie van zoeken naar het best mogelijke evenwicht. Want waar niemand, denk ik, zin in heeft, dat is in een echte politiestaat. Wij moeten meer dan ooit zoeken naar een goed evenwicht tussen veiligheid en vrijheid. Tussen veiligheid en privacy. Tussen risicobeheersing en economische ontwikkeling. Voor mij is dat allemaal niet noodzakelijk met elkaar in tegenspraak, wel in tegendeel. Alleen met de juiste veiligheidsmaatregelen kunnen we onze vrijheid, kunnen we onze persoonlijke ontwikkeling en kunnen we onze economische groei waarborgen. Wij leven in een samenleving waar vrijheid als hoogste goed wordt beschouwd. Deze vrijheid verdedigen tegen interne en externe dreigingen is volgens mij de belangrijkste uitdaging van alle mogelijke overheden in de komende jaren. Want we moeten er ons geen illusies bij maken. De strijd tegen terrorisme, een strijd die op alle niveaus moet gevoerd worden. Dat begint in de gemeente, dat loopt over de nationale staat. Europa heeft daar een ongelooflijk belangrijke rol in. En ook de wereldgemeenschap is daarin betrokken. Maar waar we ons echt bewust van moeten zijn, is dat persoonlijke vrijheid soms in conflict komt met de collectiviteit. Zeg maar met de samenleving. En ik denk dat we bereid moeten zijn om in een open geest op zoek te gaan naar nieuwe evenwichten. Vandaag ligt de nadruk nog fundamenteel op het absolute respect voor de privacy. Sommige elementen die tot voor kort onaantastbaar waren, moeten we in die weegschaal durven leggen. Onze regering in België is nu ook volop bezig met die oefening. Na de verijdelde terreuraanslag van januari vorig jaar in Verviers en na de aanslagen van november in Parijs, waar toch wel op zijn minst gezegd linken met België te leggen waren, hebben we in totaal 30 maatregelen tegen terreur uitgevaardigd. Het gaat stuk voor stuk
om maatregelen die ons veiligheidsapparaat moeten sterker maken. En daarvoor is in 2015 200 miljoen en dit jaar 400 miljoen euro in de begroting uitgetrokken. Er zit ook heel wat nieuw wetgevend werk in, waarvan we nu in speciale parlementaire commissies aan fine-tuning doen. Meestal komt het neer op het strenger maken van de strafwetten in functie van terreurbestrijding en het geven van meer slagkracht aan onze politie en veiligheidsdiensten. Door de inleidster werd er naar gerefereerd, Molenbeek. Molenbeek is wereldberoemd geworden, maar spijtig genoeg in de verkeerde categorie, denk ik. En wij hebben dan ook het fameuze, oorspronkelijk was dat het plan Molenbeek, maar we hebben het uitgebreid naar de kanaalzone. De kanaalzone is een zeven, achttal gemeentes in het Brusselse die voedingsbodem zijn van jihadisme en waarmee we met ons kanaalplan die voedingsbodem willen wegnemen. Door in de straten onder meer opnieuw law en order te brengen en criminele netwerken te ontwortelen. Die maatregelen die we nemen zijn veelal maatregelen die ons dus moeten helpen om het net rond de gewelddadige extremisten en de zware criminelen te sluiten. Elke slagkracht die we in deze strijd bijwinnen, kan het verschil maken. Want gewelddadige extremisten zoeken telkens opnieuw de weg van de minste weerstand. Maar ik denk dat we onszelf niks mogen wijsmaken. Ook in onze persoonlijke vrijheden zullen we de gevolgen van de aanslagen die meer en meer at random plaatsvinden, voelen. Voor Parijs kon je nog zeggen, het waren targets, echt targets. Sinds Parijs, sinds eind vorig jaar, slaat het geweld van de IS-terroristen at random toe. Blind geweld, iedereen kan target zijn. Als ik zeg beperking van persoonlijke vrijheden, dan denk ik bijvoorbeeld in onze werkomgeving aan de toegang tot bepaalde gevoelige functies. Een van de 30 maatregelen die onze regering genomen heeft, gaat daarover. Wij kunnen ons niet langer permitteren om gelijk wie op gelijk welke post te zetten zonder degelijke screening. Dat is een veiligheidsmaatregel die in theorie in conflict terecht te komen met het recht op werken. Maar het is niet anders. De strijd tegen terreur gaat ook meebrengen dat we als overheid in een vroeger stadium moeten durven optreden tegen individuen die blijk geven van extremisme, zelfs als ze stricto sensu op dat ogenblik de strafwet nog niet hebben overtreden. Betekent dat dat we in een horrormaatschappij terechtkomen? Integendeel, als we maar de juiste evenwichten vinden. De voorbije decennia is de slinger al te vaak doorgeslagen naar vrijheid, blijheid. En nu moeten we opletten, heel goed opletten, dat we niet in het andere extreme terechtkomen. Maar ik denk, de echte horrormaatschappij, dat is de maatschappij die geleid wordt door IS. We moeten met z'n allen beseffen dat een zero-risk-samenleving niet bestaat. Je kan niet vermijden dat er ooit iets misgaat. En toch leven we in een omgeving waar soms de illusie gecreëerd wordt dat de risico's kunnen uitgeschakeld worden. En dus, zoals ik zeg, dat, denk ik, is een illusie. Neem nu het Europa van de open grenzen. Het open grenzenbeleid heeft ons heel veel economische voorspoed opgeleverd. Laat ons dat vooral niet opgeven. Maar we moeten er ons ook bewust van zijn dat de open grenzen ook risico's met zich meebrengen. Risico's waartegen we ons moeten beveiligen en daarbij mogen we geen taboes overhouden. We gaan onze wetgevingen op punt moeten zetten en nog veel meer dan vandaag op internationaal vlak samenwerken. Als ik zie, als minister van Binnenlandse Zaken, regelmatig hebben wij vergaderingen op Europees niveau met de collega's, ministers van Binnenlandse Zaken of van Justitie, hoe moeizaam dat Europees besluitvormingsproces verloopt. Neem nog maar gewoon het willen opzetten van een Europese databank PNR, passagiers, gegevens registreren. In de UK blijkt dat een heel adequaat middel te zijn in het bestrijden van terrorisme. 2 jaar debatteert het Europees Parlement daar nu over. En nu zou eindelijk in april die richtlijn kunnen gestemd worden. Dan denk ik, als we dat in ogenschouw nemen, dat er ook nog room for improvement op dat vlak is. Dames en heren, het zal niet evident zijn, die samenwerking, want de logge overheidsstructuren zijn vaak onvoldoende aangepast
aan de moderne realiteit. Geachte toehoorders, de samenleving heeft haar onschuld verloren. Te lang hebben we geleefd in de illusie van het afgeschermde eiland, waar vrede vanzelfsprekend is. Het wordt tijd dat we de wereld rondom aanvaarden zoals die is. Een combinatie van heel veel mogelijkheden, maar ook dreigingen die daaraan gekoppeld zijn. Als overheid moeten we dit alles proportioneel en evenwichtig aansturen, met de juiste controlemechanismen en de juiste toezichthouders. Maar ook op dat vlak moeten we innovatief zijn. Procedures en structuren dienen aan de nieuwe omgeving aangepast te worden, zodat de controle ook realistisch en proportioneel is. Veiligheid moet deel uitmaken van het nieuwe sociale contract dat tussen de gemeenschap en de bestuurders afgesproken wordt. Laten we samen nadenken over een veilige omgeving die innovatie stuurt. Ik dank u allen van ganse harte omdat ik hier als eerste het woord krijg en ik wens u verder een hele nuttige seminariedag. Hartelijk dank. Dank u wel. Kunnen we nog een aantal vragen van de zaal verwachten? Er is de afgelopen dagen zijn opricht geweest dat de FBI, de Nederlandse regering, informatie heeft geschaft over gevaarlijke terroristen. De Nederlandse regering zegt dat dat aan België is doorgegeven. België ontkent dat. Kunt u daar enig licht op werpen? Wel, ik zal u zeggen, wij waren op de hoogte van die terroristen, maar voor de verder ga ik daar niet te veel commentaar op geven. Het is zo dat bij ons een gerechtelijk onderzoek lopende is. Het is ook zo dat wij heel snel een parlementaire onderzoekscommissie gaan installeren die ook hetzelfde bevoegdheden heeft als een strafrechter. Als een onderzoeksrechter, beter gezegd. En die elementen gaan daar allemaal zeker aan bod komen. Maar ik zal u zeggen, wij kenden de twee broers die later de aanslagen en in Zaventem, de luchthaven, en in Maalbeek gegeven hebben, kenden wij. U start met aan te geven dat het van belang is dat er is inderdaad een wij-zij. Alleen laten we de groep zij niet al te ruim trekken. Dat is heel binair. Er is een wij, er is een zij. Het lijkt me duidelijk, het is heel kort in de lijn, dat 1 op de 1000, 1 op de 10.000 mensen een probleem is. 99,9% niet. Maar wat zegt het dat wanneer er een protest tegen Israël is, dat de pleinen vol staan duizend mensen, en dat wanneer jihadisten moeten worden opgepakt, de burgers met z'n allen demonstreren tegen het oppakken? Ik vraag me oprecht af, wat zegt dit over zowel, als je binair wil denken, hoe groot de zijgroep is, maar is het niet misschien een gradueel ding? Er zijn mensen die dingen doen, mensen die het steunen, mensen die het niet steunen. Wat zegt dit verschil in reactie op dit soort evenementen? Ja, gelukkig zijn het niet heel de bevolkingsgemeenschappen die staan te dansen als de aanslagen gepleegd komen, maar het fenomeen bestaat wel. Hè. We hebben, ik ga u twee anekdotes vertellen. We hebben enkele dagen voor de aanslagen in Brussel, eigenlijk een week daarvoor, net een week daarvoor, hebben wij de politie in Vorst, dat is een andere gemeente in Brussel, een aantal terroristen opgepakt en dan twee dagen later Salah Abdeslam, de meest gezochte terrorist. Toen we in Vorst die huiszoekingen aan het doen waren, werden inderdaad de politiemensen en de pers, die daar blijkbaar van op de hoogte was, werden die inderdaad door een aantal jongeren, gelukkig niet door heel die gemeenschap, door een aantal jongeren met stenen en met flessen bekogeld, omdat we inderdaad die terroristen aan het oppakken waren. De dag van de aanslag in Zaventem in de luchthaven en in Brussel in de metro, waren er in bepaalde wijken van Brussel straatfeesten. Geen rouwplechtigheden. Straatfeesten. Nochtans denk ik dat het binair is in die zin. Ofwel steun je, tolereer je die extremisten en dan hoor je bij het zijkamp. Ofwel neem je daar afstand van en zeg je dat dit in een democratie kan veel, maar op het moment dat het gewelddadig wordt en op zo'n platte manier gewelddadig wordt, dan kan het niet. En als je dat, denk ik, als je dat toch
tolereert op een of andere manier, dan, keert je tegen de waarde, fundamentele waarde van onze maatschappij. En ik kan niet voor Nederland spreken, maar wel voor mijn land. Het stemt mij toch tot enorm nadenken dat die terroristen zoveel steun hebben. En ik heb ooit gezegd in aanloop van de gebeurtenissen van Brussel, ik denk dat die Salah Abdeslam, waar we 4 maanden naar gezocht hebben, als die 4 maanden kan ondergedoken blijven, dan is het omdat hij natuurlijk in die gemeenschap steun heeft. Veel steun heeft. Ik werd toen door een bepaalde groep in de maatschappij verketterd als culpabiliserend en gescheerd heel die gemeenschap over één kam. Dat is natuurlijk niet waar. Ik scheer heel die gemeenschap niet over één kam. Integendeel, ik denk dat we nog intensiever met de moslimgemeenschap, met het goedmenende gedeelte van de moslimgemeenschap, met zij die de fundamentele waarden van onze maatschappij aanvaarden, die zeggen de godsdienstvrijheid willen wij beleven binnen dat waardekader dat wij hier opgebouwd hebben gedurende eeuwen. Daar moeten we mee samenwerken. Daar moeten we mee samenwerken. Maar uw hoofd in het zand steken en zeggen van, oh, maar het is allemaal roze geur en maneschijn. Ik denk dat dat ons ook niet dichter bij de oplossing van het problematiek is. En als je die clivage nu ziet in bepaalde delen van onze maatschappij, dan moeten we dat aanpakken. En dan heeft pamperen en het probleem ontwijken, heeft dan weinig zin. Natuurlijk, welke is de methodiek die je daarvoor moet gebruiken? Ik denk op korte termijn, wat we doen, repressie. Dat is op korte termijn noodzakelijk, maar dat lost natuurlijk de problemen niet op. Integendeel, dat gaat nog, als we niet oppassen, een stuk radicalisering teweeg brengen. Dus dat moet gepaard gaan met preventieacties en bijvoorbeeld iets waar ik denk dat we nog veel harder op moeten inzetten, is het counter-narrative verhaal. Vandaag ligt eigenlijk naar die jongeren in die gemeenschap de autoweg open van de IS-propaganda. Van het verheerlijken van het kalifaat. En wat zetten wij daar tenslotte tegenover? In hun taal, ik bedoel het niet te letterlijk Arabisch, maar in hun leefwereld, in hun taal, wat zetten wij daar tegenover? Wij laten eigenlijk de propaganda highway, geven we volledig af aan IS. Wij zijn in België daar programma's over bezig, heet SCAT, Syria Strategic Counter Narrative. En daar zijn we projecten aan het ontwikkelen om inderdaad het tegenverhaal te brengen, het andere verhaal. En niet vanuit de overheid uitgaande, want ik denk dat dat heel weinig slagkrachtig is, maar vanuit die gemeenschappen zelf. Bijvoorbeeld vanuit de moeders. Ik heb veel contact met de moeders van Syrië-strijders, die ofwel ginds nog zijn, ofwel ginds gestorven zijn, of al teruggekomen zijn. En die schrijnende verhalen van die moeders kunnen ons helpen in dat counter-narrative verhaal. Er zijn mensen, Syrië-strijders die teruggekomen zijn, die totaal afstand nemen van wat ze ginds gezien hebben, die met een zekere set van idealen naar ginds gegaan zijn en dat geconfronteerd gezien hebben met hoe IS echt te werk gaat, hoe de islamitische staat echt te werk gaat, en die teruggekomen zijn, die gezegd hebben, this is not my piece of cake. Nu, je moet er nog mee oppassen, want de beste vermomming voor die mannen is natuurlijk terugkomen en zeggen, ik neem er afstand van. Dus je moet daar ook voor opletten. Maar degenen die echt verontwaardigd zijn met wat ze ginds gezegd hebben, kunnen we perfect in zo'n counter-narrative verhaal inschakelen. Dus wij doen aan repressie, natuurlijk doen we aan repressie, we kunnen niet anders. Maar het preventieverhaal is op de middellange termijn zeker zo belangrijk. Meneer Jambon, ik prijs de opkuisactie van Molenbeek om criminelen en terroristen te bestrijden. Het is een uitstekend korte termijn actie. Het is heel duidelijk aangetoond dat het aantal terroristen en ook criminelen sterk afhankelijk is van A, de opleidingsgraad en B, de economische situatie. Werkloosheid en lage opleidingsgraad creëert potentieel meer criminelen en terroristen. Dus om als een lange termijn actie voor de Belgische regering, en dat geldt voor eigenlijk de hele wereld, zou het ook verstandig zijn om speciaal voor minderheidsgroepen in landen waar de werkloosheid vaak veel hoger is dan de allochtonen,
autochtonen, om daar speciaal aandacht aan te schenken in de toekomst. Het vergt een lange adem, maar op den duur is dat een hele goede actie, denk ik. Heeft u daar enige fiducie in, zodanig ja. dat bespreekbaar is in de Belgische regering? Ja. Ik ben het maar deels met uw analyse eens. Ik denk dat we het stereotype verhaal van de terroristen zijn degenen die geen kansen gekregen hebben in onze maatschappij en daardoor eigenlijk meer slachtoffer zijn dan dader. Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens met die analyse. Omdat uit die gemeenschap zijn er heel wat mensen, komen daaruit, die in dezelfde omstandigheden leven, die daaruit gekropen zijn en die maatschappelijk geslaagd zijn. Die de kansen die door onze maatschappijen, dat geldt voor België, geldt voor Nederland, geldt voor de kansen die hun aangeboden zijn, ook daadwerkelijk gegrepen hebben en er iets mee gedaan hebben. In België zijn een aantal studies gebeurd over wie zijn nu eigenlijk die terroristen. En het profiel dat u schetst is één van de 6 profielen. Dus duidelijk dat daar mensen die zeggen, die zich wat achteruitgesteld voelen, die de kansen niet zien die ze krijgen in onze maatschappij, die de kansen niet grijpen die ze zien in onze maatschappij, of die ze krijgen in onze maatschappij en die daarop. Maar er zijn heel wat andere profielen. Er zijn hoogopgeleide artsen, advocaten die het kalifaat vervoegen. Die overtuigd zijn van het heil van het kalifaat en die daarbij aan. Er zijn avonturiers die altijd, als er iets te doen is ergens in de wereld, die erbij zijn, die nu hier ook bij aansluiten. Het profiel van de meeste van die terroristen die wij in België hebben, ik kan alleen voor België spreken, zijn mensen die al voordat ze zich moslimfundamentalist begonnen noemen, die al een crimineel verleden hadden. Onze goede vriend Ibrahim, waar nu ook in Nederland veel om te doen is, die in Turkije, waar meneer er straks met zijn vraag naar, was een man die veroordeeld was voor 10 jaar. Nu, in België kan ik u zeggen, als je voor 10 jaar veroordeeld bent, dan is het niet omdat je een sinaasappel uit een groentewinkel gestolen hebt. Die had met Kalashnikovs op politie geschoten. Die was vervalsing van identiteitsdocumenten, drugshandel. In dat soort milieu verkeerde onze goede vriend. En die is door 10 jaar opgesloten en die is na 4 jaar en 9 maanden vrijgekomen. En eigenlijk is dat het profiel van al die kerels bijna. Die hebben eerst het crimineel verleden en bekeren zich daarna en gaan dan in IS. Dus het profiel wat u schetst, meneer, bestaat zeker en zal waarschijnlijk dominant aanwezig zijn in dingen. En als we dat willen oplossen, moeten we inderdaad kijken hoe we in die gemeenschap kunnen zorgen, eerst en vooral voor een gedegen opleiding voor die mensen. Maar het is niet het enige profiel, dat is wat ik wou zeggen. Het probleem is spijtig genoeg ruimer. Maar wat u schetst, daar wordt ook aandacht gesteed. Maar er is een spreekwoord in het Engels die zegt, you can lead a horse to the water, but you can't make him drink. En ik was nog vorige week in Brussel op de uitreiking van de Diwan Awards. Nu, dat zal u niks zeggen, de Diwan Awards, maar dat is de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap die 1 keer per jaar, ik geloof een 12-tal, laten we maar zeggen, Oscars uitreikt aan mensen uit hun gemeenschap, Belgisch-Marokkaanse gemeenschap, die geslaagd zijn in het leven. Het zij op sportief vlak, het zij op cultureel vlak, het zij op ondernemersvlak. Mensen die er was een bij die een groot hotel in Brussel runt en zo. Ik bedoel, dat zijn dezelfde mensen die uit dezelfde wijken komen, maar die de kansen die er zijn wel gegrepen hebben. Dus mijn verhaal is iets genuanceerd dan te zeggen, het zijn Ocharan sukkelaars die geen kansen gekregen hebben. Het zijn, denk ik, zeker en vast sukkelaars, maar die ook niet altijd de kansen gegrepen hebben. Maar goed, ze pakken de wapens tegen onze maatschappij op, letterlijk en figuurlijk. En dus moeten we het fenomeen wel aanpakken. En ben ik met u eens dat opleiding bieden en ook economische kansen aan die mensen bieden, dat mee de sleutel van de oplossing is. Meneer Jambon, ik heb een vraag. Die sluit een beetje aan bij de profielen. Waarom blijft etnische profilering in België een vies woord? Want in de 6 profielen stemt steeds overeen dat het om
personen van Arabische of Marokkaanse origine gaat. En te meer, waarom blijft het een vies woord als men weet dat in Israël 80% van de Arabieren akkoord gaan met dit soort profilering, omdat het ook hun veiligheid ten goede komt? Ja, omdat, waarom is etnische profilering? Omdat het niet klopt. Wij hebben spijtig genoeg jihadis die geconverteerde Vlamingen zijn. Spijtig genoeg, geconverteerde Franstaligen. Spijtig genoeg, dus het klopt niet. Etnische profilering, of vernauwend tot Engels, etnische profilering klopt niet. Ik denk dat we de criminelen eruit moeten halen. En het is waar, vaak vindt, dit soort van terrorisme vindt vaak een voedingsbodem in een bepaalde interpretatie van de islam. Dus daar moeten we achter gaan. Maar etnisch profileren, dan is de doelgroep van de ene kant te groot en aan de andere kant heb je niet de hele doelgroep mee. Meneer Jambon, dank u voor uw wijze woorden. Ik heb nog een klein vraagje. Dat wij-zij-verhaal dat is heel genuanceerd, ben ik ook met u eens. In dat zij-verhaal zit een hele grote component moslims die de Koran heel letterlijk nemen en zo van daaruit handelen. En die component, mijn vraag is dan, hoe wordt die eruit gehaald? Is men voldoende op de hoogte als overheid van de legitimatie in de Koran en de ahadith en het leven van de profeet Mohammed om van daaruit het kalifaat te vestigen wereldwijd en de strijd aan te binden? Een aantal moslims van die zijgroep is toch gevoelig daarvoor en heeft dat als opdracht. En mijn vraag is dus, hoe wordt dat aan de kaak gesteld? Wel, wij werken daarin samen met de moslimgemeenschap. Want ik denk dat er niemand zo goed de in de westerse wereld aanvaarde interpretatie van de Koran kan uitleggen aan de moslimgelovigen dan de moslimgemeenschap zelf. Hoe geloofwaardig zou het zijn nu als ik moest gaan uitleggen aan hun hoe dat zij de Koran moesten lezen? Dat zou weinig geloofwaardig zijn. Dus dat moet uit de moslimgemeenschap zelf komen, denk ik. En daar werken we wel aan, om die dialoog met die moslimgemeenschap en vooral de call to action van de moslimgemeenschap actief te krijgen. Ik denk dat daar de sleutel ligt. Nou, meneer Jambon, in Nederland kennen wij een hoge kwalitatieve krijgsmacht en veiligheidsdienst en in België ook. Gelooft u dat bij het aanpak van terrorisme de kwantiteit ook een grote rol kan spelen en zelfs kan helpen om die aanslagen meer te verijdelen? De kwantiteit van het aantal militairen en politiemensen die ingezet worden. Is dat uw vraag? Het aantal politie... Ja, ik denk dat dat wel is, maar dat is natuurlijk een eindig verhaal. Je kan niet het aantal politiemensen en militairen opdrijven in die strijd tegen terrorisme. Maar ik denk dat het wel, dat je wel een aantal nodig hebt. Wij hebben op dit moment in België 40.000 politiemensen. Dus zowel lokale politie als federale politie. En in de strijd nu tegen het terrorisme zetten we 1700 militairen mee in. Maar goed, dat op een bepaald moment eindigt dat ook. Hè. Dat is ook een geen onuitputbare vat aan resources dat je daar hebt. Ik zeg een antwoord op de eerste vraag dat uw inlichtingendiensten de aanslagplegers op de korrel hadden. Wat wisten de Belgen precies als het gaat om de terroristische intenties van die aanslagplegers? Meneer, ik prijs uw volhardheid. U heeft daar straks bij het binnenkomen mij al zo'n ding onder mijn... Ik geloof dit ding, als ik me niet vergis, onder mijn neus geduwd. Ik weet niet of de meneer een stroomman was van u die je de vraag heeft doen stellen. En nu probeert u nog incognito, maar met dezelfde kleren aan als toen juist. Dus ik herken u wel. En mijn antwoord zal niet anders zijn als bij het binnenkomen. Dank u voor uw uiteenzetting. Ik vraag mij af, hoe gaat u om met de reacties van rechtsextremistische groeperingen in uw samenleving? Loopt u de kans op een tweedeling in uw samenleving? De reacties van rechtsextremisten op dit soort, jihadstrijders? Ja. Wel, de reacties van alle extremisten vind ik gevaarlijk. En we bestrijden nu een bepaalde vorm van extremisme. En als die aanslagen van die extremisten en andere extremismen dan weer activeren, dan stelt dat voor enorme problemen. Ik zal u zeggen, wij hadden inderdaad in België ook een extreemrechtse partij. Bij de laatste verkiezingen, toen mijn partij enorm doorgeschoten is, zijn die
ja, op sterven na verdwenen eigenlijk. Maar ik moet er geen tekening bij maken. Kijk wat in Frankrijk gebeurt, kijk ook wat in Nederland gebeurt, kijk wat in Duitsland gebeurt. Wij vrezen hetzelfde fenomeen. Dat is wat nu aan het gebeuren is, en zeker die aanslagen en zo, dat dit die extreemrechtse partij weer de wind in de zeilen gaat geven. Dus ja, ik ben daar bevreesd voor. En ja, dat motiveert mij nog veel meer om de strijd tegen het moslimfundamentalisme aan te zetten, maar de strijd tegen alle vormen van extremiteiten. En ik hoop echt dat wij het fenomeen van extreem rechts in België onder controle kunnen houden. Goedemorgen. Ik meen een tegenstelling te zien tussen de algemene lockdown van Brussel in het najaar en van deze dagen. En uw promotie van wij moeten gewoon ons leven blijven leven. Ja. Wat is daar een verandering op komst? Dat er geen lockdowns meer zijn van heel België? Wel, we hebben nooit gelukkig een lockdown van heel België gehad. We hebben wel op 20 november een maatregel moeten nemen in Brussel die ik hoop niet meer opnieuw te moeten nemen. Maar dat was gebaseerd op informatie die we die avond hadden, dat er die avond in Brussel een aanslag zou zijn. En ik zeg altijd, want die vraag krijg ik natuurlijk regelmatig, dat ik net dezelfde maatregelen in net dezelfde omstandigheden opnieuw zou nemen. De informatie die we kregen was dermate betrouwbaar, gedubbelcheckt, gecrosscheckt. En ik denk dat als je dan het risico loopt van een aanval in het hartje van je land te hebben, dat je dan maatregelen moet nemen. Dat je en sommige mensen zeggen, soms wijzen op de economische schade die dat voor Brussel heeft geleverd. Ik denk dat wij vorige dinsdag meer economische schade geleden hebben dan toen met de lockdown van Brussel, die tot geen terroractie heeft geleid. Ik zeg het, in dezelfde omstandigheden zou ik identiek dezelfde beslissing opnieuw nemen met de informatie die we toen hadden. Minister Jambon, dank u wel. Ik denk dat u ons inzicht heeft kunnen geven in de go-downs, of in het steeds balanceren van politiek, om omgaan met onze vrijheid, blijheid aan de ene kant en veiligheid en levensredden aan de andere kant. En dit is de kernvraag waar we hiervoor staan vandaag. Dank u wel. Heel graag. Ik wens een goede reis. Ik begrijp dat het nog een lange dag wordt. Ja, een lange dag. Dank u wel.